Goedemiddag, ik ben Johan. En jullie hoeven je niet individueel voor te stellen, want ik ken jullie allemaal al. Jullie zijn allemaal consumenten. En consumenten hebben een hele nare eigenschap. Die hebben scheid aan het milieu. Maar wij hebben de oplossing. Wij maken van jullie rioolslip, kunnen wij plastic maken. Polyhydroxyalkanoaat. Staat nog niet in de boeken van Zwijzen, maar binnenkort komt het erin te staan. Dit is een plastic die verteert in het water en verteert in de bodem. Waar wij een paar jaar geleden folies ontwikkelden die alleen verteerden in de bodem, verteert deze overal. Dus gooi het maar in het milieu en over een paar maanden is alle plastic is weg. Wie denkt dat dit de oplossing is voor bermafval, marine litter, plastic soep? Wie denkt dat allemaal? Ja? Ik zal u meenemen in de wereld van plastics, de do's en de don'ts. En ik hoop dat ik een boodschap voor jullie heb vanmiddag. Maar niet alleen een vegel aan de wereld, want ik maak mij toch wel wat zorgen. Hier ben ik verantwoordelijk voor. Maar wij kunnen dus van rioolslip kunnen wij plastics maken. Dus van een heel laagwaardig product. Of misschien denken jullie er wat anders over jullie eigen rioolslip. Maar wij vinden dat een laagwaardig product. En daar kunnen wij een hoogwaardig product van maken. Ik durf de stelling aan dat, en ik noem dat plastic fantastic, wij danken onze welvaart grotendeels aan plastics. Ze zijn ondenkbaar is het dat die nog verdwijnen uit het milieu, uit onze samenleving. Alleen onze plastics hebben in de gebruikersfase heel veel voordelen. Alleen in de end-of-life fase hebben ze een gigantisch nadeel. Of misschien een voordeel, want ze blijven drijven. Je blijft ze zien. Dit is de realiteit. In 50 jaar tijd is de productie van plastics van 15 miljoen ton naar 300 zoveel miljoen ton gegaan. We hebben vandaag een aantal exponentiële curves gezien. Dit is er ook eentje. En dit gaat ook verder. Dus we gaan alleen maar meer plastics gebruiken. Omdat we welvaart, welzijn, denken, danken aan plastics. Ik neem u eventjes mee in een aantal voordelen van plastics. En dan, als u kijkt, de komkommer. Een heel mooie discussie gisteren gebeurde het ook weer aan tafel dat we het over de komkommer hadden. Iedereen denkt dat die komkommer verpakt wordt omdat die anders vies wordt. Wie weet waarom de komkommer verpakt wordt? Ik zal jullie helpen. Het is een misvatting om te denken dat die komkommer verpakt wordt omdat die dan vies wordt. Die kan je gewoon wassen voor consumptie. Die komkommer die wordt verpakt omdat een halve gram fossiele grondstof, of misschien biobased grondstof, houdt een halve liter fossiele grondstof vers. Een komkommertelen kost een halve liter brandstof in de kas. Dus op 1000ste verpakking hou je een komkommer vers. Als je een komkommer 3 dagen in de koelkast, kan je de puntjes bij elkaar pakken, die consumeert niemand meer. En door het goed te verpakken, kan je de 7-10 dagen die komkommer vers houden. Maar je kan iedere keer de plakjes snijden, dus je consumeert die komkommer in zijn totaliteit. Een ander voorbeeld, een vliegtuig. Meer dan 50% van een vliegtuig bestaat uit kunststoffen. Hoe krijg je zo'n vliegtuig in de lucht? Hoe is het brandstofverbruik? Maar hoe zou het zijn als we op je stalen, hout of glazen wieltjes zouden landen? Iedereen heeft wel eens een bloedtransfusie gezien. Ik ben zelf bloeddonor. Ik moet trouwens zeggen, een sinaasappelkistje is een heel mooi product. Maar ik heb nog nooit boven een sinaasappelkistje gehangen om een bloedtransfusie te geven. Dat doe je in een plastic zak. En die plastic zak, daar hoef je aan de kassa niet voor te betalen. Hij hangt gewoon. Volgens de definitie moet je het betalen voor de kassa, maar dan gebruik je een plastic zak, omdat er geen ander product beter geschikt is dan de plastic zak. Auto's, bijna allemaal kunststoffen, bumpers, noem het allemaal op. Een heel belangrijk punt is de verpakkingen. Ik heb al gezegd, van, nou, je verpakt niet om het te verpakken, het is geen verjaardagscadeautje, het is ook niet een mooi designartikel voor in de huiskamer. Het is voor de functionaliteit. Je houdt dus voedingsmiddelen, hou je vers, hou je consumeerbaar en daardoor gooi je dus geen voedsel weg. Het is al eerder gememoreerd, maar wij gooien heel veel voedsel weg. En het produceren van voedsel is vele malen meer milieubelasting als het verpakken ervan. Alleen we moeten wel zorgen dat we iets met die verpakking doen. Isolatiematerialen. Door gebouwen goed te isoleren heb je met polyurethaan, polystyreen, kan je dus huizen gewoon heel energiezuinig maken. Het voorbeeld Afrika. Wie denkt dat het continent Afrika onvruchtbaar is? Niemand? Dus het is een heel vruchtbaar continent, denkt iedereen?
Het is zo dat Noord-Afrika is onvruchtbaar, het midden en het zuiden is heel vruchtbaar. Afrika is in staat om alle voedsel te produceren voor de hele bevolking van Afrika. Alleen 50%, meer dan 50% gaat verloren, omdat we het niet goed verpakken. We krijgen het niet van A naar B getransporteerd. En op het moment dat het aankomt bij de consument, dan is het bedorven en wordt niet meer geconsumeerd. Dus zouden we in Afrika verpakkingsfabrieken neerzetten, en we zouden alle producten van A naar B, dus dicht bij je telen, verpakken en naar de andere gebieden, zou iedereen in Afrika te eten hebben. Wat zou dat betekenen voor de welvaart in al die landen? Wat zou dat betekenen voor oorlogen in deze landen? Zou dat misschien minder zijn? Dan zou het misschien ook kunnen zijn dat we dan minder bootvluchtelingen hebben. Hier een bizar cijfer. De mensheid, en daarom zeg ik de consument, maar de consument zijn we allemaal in alle werelden bij elkaar en ook alle wereldleiders. Op dit moment verdwijnt er elke minuut een vrachtauto plastic in de zee. Dat zijn 550.000 vrachtauto's per jaar. Dat is 8 miljard kilo. Ik heb geprobeerd het een beetje te kwantificeren. Veghel is ongeveer 80 vierkante kilometer. Zouden we al die folie smelten en al die kunststoffen smelten, dan zouden we hier een hoogte hebben van 100 meter. Als we het losstorten, storten we dus ieder jaar, de hele wereld, een kilometer plastic in een gemeente als Veghel. Daar zijn we mee bezig. Biokunststoffen. Onze beleidsmakers denken bio. Dat is de oplossing. Maar als ik jullie vraag wat is de definitie van bio-afbreekbare folies, en er zijn heel veel verschillende, dan kan ik jullie garanderen dat 10 mensen met een verschillende definitie komen. Maar hoe kan je dan beleid loslaten op biomaterialen? Hoe herkennen ze het in de biobak? Of moet het in de plastic hierofzak? Daar zijn nog heel veel onduidelijkheden over. Mijn visie is, wij kunnen alle biokunststoffen maken, biobased, biodegradable, we noemen het allemaal op. Technisch kunnen wij alles, maar het lost het probleem niet op. Je ziet hier twee voorbeeldjes. Als je een PLA hebt gemaakt uit maïszetmeel en je bent toevallig schildpad en het hangt aan je pootje onder water, dan degradeert hij nooit meer, terwijl het een bio-afbreekbare folie is in het land. Als je toevallig je schildpad bent en je eet een stukje plastic dat biodegradeerbaar is, nou, ik garandeer u dat die schildpad eerder gedegradeerd is als de folie. Dus dat is geen oplossing. Wat wel een oplossing is, en daar helpen biokunststoffen bij, oneindig. Wij kunnen van alles kunnen wij kunststoffen maken. Dus als je zegt, hebben we over 500 jaar nog een operatiekamer, kunnen wij nog apparatuur maken? Ja, die kunnen wij maken, want die bronnen zijn oneindig. Het is net al gezegd, koolwaterstofverbindingen hebben we zoveel als we zelf willen. Maar is dat de oplossing? Is de biobased economy, is dat de oplossing? In mijn ogen moet het een variant zijn met de circulaire economie. Alles inzamelen, alles scheiden. Alles een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, oneindig veel levens geven. Want heel veel producten kunnen gewoon heel veel keer gebruikt worden. En ze horen zeker niet in het milieu. Plastic hierozak, we kennen hem allemaal. Er gaan allerlei geluiden over. Maar we zijn als BV Nederland zijn wij gewoon goed bezig om heel veel dingen in te zamelen. Natuurlijk heb je bepaalde restfracties, maar die kan je gewoon gebruiken voor de calorische waarde. Niks aan de hand, maar dat komt niet in het milieu. Alleen wat we dan niet begrijpen in ons landje is dat wij de verpakking maken uit een virgin kunststof die ergens in het Oostblok geproduceerd wordt. Een gerecyclede zak kunnen we ook gewoon maken, maar die wordt niet verkocht. Maar ook een rioolslip, een laagwaardig product waar je een hoogwaardig product van maakt, die hoef je helemaal niet in het milieu te gooien. Waarom maak je van een hoogwaardig product niet het volgende hoogwaardige product? En ga zo maar door. Alles inzamelen, scheiden, papier, glas, die zijn de kunststoffen natuurlijk al voor. De kunststofdraagtas. We hebben er afgelopen jaar heel veel van gehoord. Ik ben er in Den Haag heel veel mee bezig geweest, maar dat is de oplossing. We gaan de kunststofdraagtas, die gaan wij beprijzen. Want dan lossen we alle zwerfafvalproblemen lossen we op. Alles is in één keer opgelost. Wij zijn de enige fabrikant nog van plastic draagtassen in Nederland. En als jullie mij vragen van, word je er blij van? Nou, dat ik vorig jaar nog 100% draagtassen deed, dat het met 70% gedaald is. Dat we nog maar 30% van de draagtassen doen. Daar word ik op zich niet zo blij van. Maar ik ben wel blij dat we een bewustwordingsproces hebben met elkaar. Wat is er nou dan mooier als dat je aan de kassa staat? Wilt u een tas, ja of nee? Typisch Nederlands, als ze moeten betalen, liever niet natuurlijk. Nou, dat is goed. Want niet consumeren is de ultieme milieudoelstelling. Een hoger doel kan je niet bereiken als niet consumeren. Wat ik overigens niet begrijp is, als kunststofdraagtassen
met de LCA's. Dus als je kijkt naar de milieubelasting, er is geen milieuvriendelijke tas dan de kunststofdraagtas. En of je uit bio-based of biodegradable of HD of MD of gerecycled materiaal gemaakt wordt, die staan tot en met 16 staan ze allemaal. En dan komt de linnentas, komt de jutetas, komt de papierentas. En toch beprijzen wij alleen die ene kunststoftas, want wij moeten scoren voor ons electoraat. Waar ik voor pleit is, consument, als je geen tas nodig hebt, dan koop je geen tas, ongeacht het materiaal. Dan denk je in ieder geval na of je het wel of niet nodig hebt. Argumenten van een papieren tas die zie je na 2 maanden niet meer in het milieu. Zeg ik van nou, is het probleem groter of is het probleem kleiner? Want als ik het probleem zie, kan ik het oplossen. Als ik het niet meer zie, kan ik het niet oplossen. En ik heb geen enkel studie gezien dat een papieren tas goed is in het milieu. Ik was afgelopen jaar in Zuid-Afrika. Daar zijn de plastic tasjes al jaren beprijsd. Ze noemen het street flowers. Ze beprijzen het tasje wel, maar het gedrag van de consument wordt niet veranderd. Verdwijnen ze nog in het milieu. U ziet er ook een foto, heel veel zwerfafval, geen enkel draagtasje. Dus het is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. Plastic soep. Briljant. Een jonge knaapje zegt, we gaan armen in de zee doen. Overigens, wij als industrie hebben al visserschepen gesponsord die stil lagen om met sleepnet in de havens kunststof op te halen. Dus dat idee is op zich niet nieuw. Het is een stap in de goede richting, omdat je natuurlijk bepaalde kunststoffen, die moeten gewoon uit het water, wat er nu in zit. Maar we hebben dus wel geld over, en ook private equities die meedoen. We hebben er geld van over om plastic uit het water te halen. Maar niemand denkt eraan om te zorgen dat het niet in het water komt. Daar is gewoon geen beleid voor wereldwijd. Het voordeel is dat plastic blijft drijven. Dus je ziet het probleem en je kan het oplossen. Plastic soep is een misvatting om het zo te noemen. Want er drijft meer textiel als plastics. Vaak textiel ook uit de... Maar het is heel simpel. Alles wat lichter is als water blijft drijven. En alles wat zwaarder is, zinkt naar de bodem. Op dit moment op wereldniveau wordt 5% van de kunststoffen wordt gerecycled. Er gaat dus 95% gaat ergens verloren. Dat kost ons alleen als samenleving 100 miljard. En dan denk ik, van nou, als je het dan niet voor het milieu doet, waarom doe je het dan niet voor die 100 miljard? Want wat zouden we allemaal kunnen doen voor het milieu als we 100 miljard? Willy, die zou er wel raad mee weten, denk ik. Dit zijn de feiten. Als wij zo doorgaan, hebben we in 2025 op elke 3 kilo vis 1 kilo plastic in de oceanen zwemmen. Gaan we nog eventjes door, zitten we in 2050, hebben we op elke kilo vis 1 kilo plastics. Bizar. Ik noem het, en dat noem ik ook in Den Haag als ik met bestuurders en die staatssecretaris maak allemaal niet uit de tafel zit, Titanic politiek. Alles wat naar de bodem zinkt, of wat visueel aan het oog onttrokken wordt, is geen probleem. En alles wat we wel zien, is wel een probleem. En dan zeg ik, volgens mij is de Titanic niet gezonken, omdat hij 5% van de ijsberg zag. Volgens mij is dat 95% van het probleem onder water. Dus als wij een probleem op willen lossen, dan moeten we alle producten, er hoort gewoon niks in het milieu. Ik heb een weddenschap af willen sluiten met een beleidsmaker. Die had een paar draagtasjes in de gracht gezien. Ik zei, nou kom, dan gaan wij samen naar die gracht toe. En dan gaan we eens even kijken. Jij legt je tasjes op de kade, ik ga dreigen en ik ga fietsen op de kade leggen. Ik zeg, komt er dan een verbod op fietsen? Want mijn hoop is groter. Los van het feit dat fietsen meer microplastics veroorzaken, als alle draagtasjes samen. Want een fiets bestaat uit heel veel plastic en kunststof, dus er worden ook microplastics. Wat ik zeker zo bizar vind is dat we ons druk maken over 2 draagtasjes, maar alleen de stad Utrecht, daar dumpen ze 3000 fietsen per jaar in de grachten. En dat vinden we al normaal. We doen al geen aangifte meer. Dus hoe willen wij de mentaliteit van de burger veranderen als we het al normaal vinden dat we alleen in Utrecht al 3000 fietsen in de gracht gooien? De oplossing is nabij. Toevallig allemaal rood gekleurde vlaggen, maar het is Tokio of Japan, het is Canada en het is Singapore. Die hebben een lik-op-stuk beleid. Dat doe je maar 1 keer iets in het milieu gooien. Zelfs in Canada, 1 appelkroosje, dat doe je 1 keer als je 1000 Canadese dollars betaald hebt. En het werkt. Maar je ziet geen zwerfafval. Zelfs de kauwgom is in Singapore verboden. Want de kans, als je hem eet, dan is de kans aanwezig dat hij in het milieu komt. Ook weer met die beleidsmakers. Je moet positief gedrag moet je belonen. Petflesje inleveren, krijg je geld terug. Wij als industrie zeggen prima, want je hebt een schone stroom, je kan het prima recyclen en je kan een hoogwaardig eindproduct maken. Alleen vraag ik dan, wat doe je dan met die dop en dat ringetje, wat krijg je daarvoor terug? Hoe ga je dat positief belonen? Van stormvogels, er gaan echt duizenden vogels en dieren gaan dood omdat ze
die kleine microplastics aanzien als voedingsmiddelen. Dus het hoort er gewoon niet in thuis. En positief gedrag beantwoorden. Wie heeft er ooit geld teruggekregen als je net niet hard genoeg reed bij een snelheidscontrole? Ik nog nooit hoor. Het probleem is, de mensheid is lui. Waar we het consumeren, laten we het los. En dan zien we wel. En daar zullen we iets aan moeten doen. Wat ik zeg is, kunststoffen zijn onlosmakelijk verbonden met onze wereld. Daar gaan wij nooit mee stoppen, omdat ze heel veel voordelen bieden. Alleen we zullen wel iets moeten doen in de end of life. Dus de biobased economy met de circulaire economie. Zorg dat alles terugkomt en dat alles gerecycled wordt. En dat we het een tweede, een derde, een vierde en vijfde leven geven, is volgens mij de oplossing. En ik ben meer van het lik-op-stuk beleid. Gewoon mensen die zich daar niet aan verhouden. En of het nou landen zijn. Als je Griekenland bent en je hebt je staatskas niet op orde, dan krijg je een boete. Maar ze duwen met bulldozers tegelijk alles de Middellandse Zee in. Welke boete staat daarop? En overigens nog 13 landen meer rond de Middellandse Zee. Plastic fantastic. Als wij onze verantwoordelijkheid nemen, dan geven we je onze producten een eerste, een tweede, derde, vierde, vijfde leven. Wat wij niet kunnen, is onszelf een tweede leven geven of een derde of een vierde, zouden we willen. Ik zeg maar eventjes dat hier de eerste en de tweede generatie zit. Daarboven zit de derde generatie. Maar ik vind dat de vierde generatie ook een kans moet krijgen in deze samenleving. En dat kunnen we alleen als we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen. En zoals het thema ook heet, het begint bij jezelf. Dankjewel.